Ik ben Thomas van restaurant Flieker en Kerk Driel. En we zijn hier voor een forehand dinner samen met Richard van Oosterbrugge en zijn crew. Richard van Oosterbrugge, samen met Thomas Groot heb ik een restaurant in Amsterdam, heet 2&2. Inmiddels hebben we ook een restaurant samen hier in Singapore, heet Table 65. Een paar maanden geleden hebben we ook eentje Curaçao geopend. En dat is een meer casual dingetje en dat heet 020. Ik was aan het koken bij een bekende van ons en daar was Richard ook. Ik had Thomas gezien met de uitreiking van Michelin, maar goed, ik ken hem verder niet. En daar heeft hij mij benaderd om dit te doen. Ik vond het wel leuk, dus ik zeg ja, is goed. Het eerste hapje was een tomaat, met, dat heeft hij hier ook nu, met schuim van dragon. En toen proefde dat, ik dacht, oké, dat is lekker. En dat vind ik ook heel knap, weet je, als je met twee van die dingen echt zoiets... Je kan heel moeilijk doen, maar als je dat kan, dan denk ik, nou goed, prima. Ik kreeg nog een dingetje, dat was ook weer gewoon echt super vers, heel lekker. En toen dacht ik van oké, we gingen dus eigenlijk zo de hele avond door. Echt top, ik was echt verrast, waren mooie smaken, aparte dingen die ik nog niet had geproefd. En dat vond ik gewoon heel erg leuk, ik vond een leuke jongen. En een beetje shy was die, maar is hij helemaal niet uiteindelijk. En toen zat ik daar en toen dacht ik van oké, dit is heel erg leuk. Die jongen is hartstikke jong, die begint net, die krijgt hij een ster. Waarom ga ik het niet gewoon doen? De jonge garde, zeg maar, ga uitnodigen. En die een podium geeft om in het buitenland te laten zien wat ze kunnen. En ook de Nederlandse keuken. Want ik vind het echt serieus dat wij als Nederlandse koks veel meer naar buiten moeten treden. Want we hebben echt denk ik heel veel om trots op te zijn. Heel veel goede restaurants. Dat mag je best wel laten zien. Het is ook leuk om te zien dat ze openstaan voor dingen wat ik dan doe. En dat dan iedereen echt wel bereid is om een uurtje eerder te komen om het ook daadwerkelijk klaar te krijgen.